Oh, lekker jippie. Goedendag, mijn naam is Dr. Boeit Niet. We gaan vandaag kijken of een chips mayo, patatje chips mayo in de buurt komt van een echte patatje mayo. Met de testers. Eén is Ivo, de rest special effect. Maar we gaan kijken of dit een aanrader is of het daarna gewoon om weg te gooien is. Patatje mayo gaan we proberen. Daar gaan we voor het eerst. Hij smaakt niet het precies hetzelfde, maar hij smaakt wel goed. Voor mij kan het wel, de prullenbakje was echt vies. Ik ken ze, ja. Oh, deze vind ik wel lekker. Oh, lekker jippie. Maar nu de echte patat. Ik zoek wel even een groot stuk uit, hè? Ja, patatje mayo is altijd wel lekker. Moet niet te veel eten, maar het is af en toe is het wel eens lekker. Die proeft toch anders. Ik heb ze allebei geproefd en de patatje mayo chips smaakt niet naar patatje mayo chips, maar gewoon naar terrel chips en dat is echt vies. Dus deze kan de prullenbak in. En de patat mayo smaakt gewoon echt naar patat en mayo. Ja, ik vind de uit de zak dat je de dus iets meer zout, zeg maar. Ja, de gewone patat kun je ook meer zout opgooien natuurlijk, maar De echte patat mayo heeft gewonnen. Deze, de echte patat. Ja, tussendoortje is lekker om bij de avondeten lekker een patatje te nemen. Maar ja, dit zou je bijvoorbeeld onder een film kunnen eten.